Dit wordt echt de toekomst op het gebied van elektrisch en op het gebied van bundeling. Goederen die in de Nijmeegse binnenstad of bij de hand terecht moeten komen, gaan sinds kort via een nieuwe goederenhub onder de naam Stadslogistiek. Stadslogistiek is eigenlijk het goederenvervoer binnen een stad. De stadslogistiek zoals wij hem uitvoeren heeft vooral betrekking op elektrisch vervoer en bundeling. Dus wij bundelen facilitaire goederen. Dan moet je denken aan koffie, aan printpapier, handdoekrollen die je achter mij ziet staan. En die bundelen wij hier aan onze hub, hier aan de rand van Nijmegen. En die brengen wij dan gecombineerd de binnenstad in. In principe is UTS Verkroos Nijmegen de uitvoerende partij voor stadslogistiek. En PostNL is in deze de partner op transportgebied. Er is een goede reden om te starten met deze manier van vervoer binnen de stad. De reden waarom we stadslogistiek eigenlijk begonnen zijn, is natuurlijk, ze heeft een aantal oorzaken. Nijmegen gaat zero-emissiezones instellen in 2025. Dus de binnenstad en de campus gaan alle twee op slot. Dan mogen dan alleen nog elektrische voertuigen naar binnen. Dat is een grote reden. En wij zijn natuurlijk als UTS Verkroost traditioneel Nijmeegs bedrijf. Dus we weten een beetje hoe het verkeer hier in Nijmegen is. Eigenlijk alle grote steden waar zero-emissiezones worden geïmplementeerd, daar is stadslogistiek in deze vorm aanwezig. De goederen worden geleverd met een elektrische vrachtwagen, speciaal voor korte afstanden. De actieradius van de vrachtwagen is nog niet vrij hoog. Hij gaat ongeveer 100 kilometer actieradius, heeft hij. Het heeft natuurlijk mee te maken hoe je rijdt, wat het gewicht is wat erin zit, hoeveel adressen je aandoet. Volgens UTS Verkroost is deze manier van vervoeren de toekomst. Dit wordt echt de toekomst op het gebied van elektrisch en op het gebied van bundeling. Dus dat steden minder transportbewegingen hebben, schonere lucht. Ja, dit wordt echt de toekomst, ja.